Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. 800 keer linksaf, met bijna 400 km per uur langs een betonnen muur. Dat is de Indy 500. Een begrip in de wereld van de autosport. Eén Nederlander heeft hem ooit gewonnen. Arie Luijendijk. And his destiny, Arie Luijendijk, comes for the checkered flag and picks up the win as Arie Luijendijk wins the 74th running of the Indianapolis 500. Let me ask you a question, and this may strike you as silly or dumb, but in Holland, and you're driving now, is it tough? You don't drive with the wooden shoes, right? Because that would be, it seems like, is that it? Goedenavond. In de Verenigde Staten ben je een all-time hero als je Olympisch goud wint, of de World Series, of de Super Bowl, of de Indy 500. Arie Luijendijk uit het Zuid-Hollandse Sommelsdijk voegt zich bij de grote kampioenen van de Amerikaanse sportwereld. Van polderjongen tot glamour boy. Hey, how are you doing? Where's your friend? Right here. Hey, Wendell. This is Arie. Nice to meet you. How are you? Thanks, sir. Appreciate right. it. Bump. Morning. Good, how are you? Hey, how are you? Time no see, man. What's up? How you doing? Good to see you. Hey. How are you? Good, how are you? Fine. Good. Is it okay if I take the camera guy around? They're following me the whole weekend. They're doing a show on me because I'm kind of a big deal in the Netherlands. So yeah, hier rijden we pit lane uit. En de gemiddelde snelheden liggen enorm hoog. Ik heb het record met een gemiddelde snelheid van 385 kilometer over een rondje. Vier bochten, vier rechte stukken. Maar er komt heel wat meer bij kijken als alleen dat. At Indianapolis, super-powered cars thunder toward the starting line with a chance of trouble every foot of the way. Flame or fury, the race roars on. Dit is de betonnen muur die het circuit omringt. En naarmate de jaren vorderden werd alles steeds veiliger gemaakt, proberen te maken. En toen kregen we de soft wall. De soft wall, maar hij is niet soft. Dat zijn stalen panelen, maar er zit een ruimte tussen de betonnen muur en dit gedeelte. En daartussen zit schuimrubber. En dan, naarmate we verder gaan in de bocht, komt die iets verder bij de muur vandaan. En dat neemt de eerste impact, vermindert die impact enorm. Al heel jong droomt Arie van een carrière als autocoureur. Hij droomt van het hoogst bereikbare in de autosport, de Formule 1. Maar verder dan een aantal testrondjes komt hij niet. Nooit krijgt Luijendijk echt voet aan de grond in de Europese racewereld. Er is gebrek aan geld, gebrek aan succes. Er is geen enkel perspectief. Op een gegeven moment was ik echt op het punt om met racen te stoppen. 70 jaar, begin 80 jaar. Wat heeft jou het zetje gegeven om toch door te gaan? Mijn vader was natuurlijk een enorme drijfveer achter mij en die had enorm veel doorzettingsvermogen. En mijn moeder vond het allemaal prachtig. Bijvoorbeeld als er een nieuw bank zou moest komen of er moest een nieuw setje banden komen, dan kwam het setje banden er wel en de bank zal dat gebeurde van een keer. Echte racefamilie? Ja, zeker. Luijendijks vader Jaap is dus de belangrijkste reden dat Arie doorgaat met racen.
Niet langer in Europa, maar in de Verenigde Staten. What you got? Coffee? We had that dinner with Borg Warner. Oh yeah. All right, tell me about the very first time you came to the Motor Speedway. Well, it's kind of funny. It was in 1981. I was on my honeymoon with Mieke. Mieke was zwanger van haar junior. En toen zijn we hier het circuit opgegaan. En je kunt hier met een busje, die staat daar, je kunt een rondje rijden op het circuit voor $5 of zoiets. Als toerist? Als toerist. Dus wij met z'n tweeën in het busje. En toen kwamen we hier er echt een stuk af en ik denk, nou zeg, die baan is wel erg smal, want ze rijden hier ver boven de 300. Ik had zo'n gevoel van, nou, ik weet niet of ik hier wel wil racen, want het lijkt me toch wel erg link. In 1984 komen jullie hier voor het eerst bij een wedstrijd kijken in Indianapolis. Hoe beleef jij die race? Toen zat ik dus in de eerste bocht in de tribune en... Ik kon niet eens de kleur van de auto's zien met de start. Heb je hem nog geprobeerd te overtuigen om het niet te doen? Nee. Nee, want dat was zijn droom. Formule 1, dat was weg. Dat zou hij nooit meer kunnen doen. Maar dit was het next best thing, om zo maar te zeggen. En nee, daar ging ik hem niet van overtuigen. Nee, ik was er niet blij mee, maar het is toch gebeurd. In 1984 verhuisde familie Luyendijk naar de Verenigde Staten, naar Milwaukee. En later naar het westen, naar de staat Arizona. In Amerika komt Arie's kans wel. De eerste jaren zijn moeizaam, maar Luyendijk vindt dan een geweldige sponsor. De in Nederland geboren Aad Groeneveld. En dan verandert alles. In tegenstelling tot het racewereldje, met zijn vette olievlekken, zwarte monteurshanden en macho technologische racemonsters, ademt het interieur van het huis de sfeer van de betere woonbladen. Alles is op kleur op elkaar afgestemd en Hollands proper moet je lang zoeken om een stofje of vlek te ontdekken. Zou je in Nederland net zo'n huis hebben als je autocoureur was? Nee, absoluut niet. Nee, laat even zitten. Ja. Nee, dan moet je autocoureur zijn en directeur ergens van waarschijnlijk. Maar dit legt het ook misschien ook een beetje beter uit waarom ik het hier zo goed naar mijn zin heb. En ik geloof dat in Nederland, met wat ik doe met racen, ik het niet voor elkaar kunnen krijgen in Nederland om zo te wonen. Nog even spelen met zoon Arie, voor we samen met Luyendijk afreizen naar de staat Indiana voor het grootste autosportevenement ter wereld, de 500 mijl van Indianapolis. De pitstraat is nog leeg, maar de namen van de coureurs zijn al op de muur ingevuld. Hier zullen zondag de monteurs onder hoogspanning benzine bijtanken en banden wisselen. Ook bij Arie Luyendijk. Toch is niet alleen de auto belangrijk. De helm krijgt de persoonlijke aandacht van de coureur. Hier hangt een los touwtje aan, of wat is dit, een riempje? Dit is een strap die, als ik zeg maar zo in de auto zit, komt dit door een beugel heen hier. En omdat we constant links afgaan, wil je hoofd naar rechts gaan. Maar als ik deze strap aantrek, dan hou ik mijn hoofd recht. En wat ik tevens daarmee doe is, ik spaar mijn... Mijn nekspier een beetje een hoop werk uit. De baan heeft maar 9 graden helling. Dat is helemaal niet veel. Want er zijn banen van 15 en 18 graden helling. Dus hij is vrij vlak. Zou je nou bij wijze van spreken dit circuit met je ogen dicht kunnen rijden? Nee. Ik heb voor de grap eens een keer op het achterste rechte stuk. Ik denk, even kijken hoe lang ik mijn ogen dicht kan houden en proberen rechtuit te gaan. Maar ik hield het niet lang vol, want ik deed ze meteen weer open. Want de afstand die je aflegt in een seconde tijd is de afstand van een Amerikaans voetbalveld. En ik weet niet de afstand, maar het is bijna de afstand van een voetbalveld. In een seconde. Dus dat gaat allemaal zo snel. Dus je ogen dicht houden is geen goed idee.
Maar kun je dan nog reageren als er iets voor je gebeurt? Nou ja, soms wel, maar soms ook niet. Oh my word, that could be Lyondyke's car. But that really has been a horrendous accident. The whole back end of the car has been ripped off. Here we have a replay of what happened. Let's see, Altmaier spun the car and bam! Nowhere to go, right in front of the camera there. Let's take a look from on board. Ari Lyondyke, it is who is involved in this accident. Watch for the spinning car up front. Altmaier loses it in front of him. Bang! Oh, he had no chance there at all. Je weet dat het gevaarlijk is. Je denkt niet van, oh, ik wil Meijer vandaag niet doodrijden. Maar die kans dat hij er is, dat speelt wel een rol in je achterhoofd. Ik realiseerde me dus ook duidelijk dat ik misschien in één keer mijn man kwijt kon zijn. Of zwaar gewond. En daar waren natuurlijk niet zo leuke kanten van de racerij. Temples of sport are easily identified. Yankee Stadium, Wembley Stadium, Churchill Downs, Madison Square Garden. They are to sport what Buckingham Palace and the Palace of Versailles are to royalty. And so welcome to the unquestioned shrine of motor racing, the Indianapolis Motor Speedway. This is where the kings of racing are crowned. Het heeft mijn leven veranderd in die zin dat het winnen van de Indy betekent gewoon iets. Je zet jezelf gewoon apart van de rest als je in zo'n groot evenement wint. Dat is gewoon, dat is hier ook met de Indy 500 zeker. Thank you. Ook al zou ik Alzheimer's hebben, dan zou ik het waarschijnlijk nooit vergeten, want je wordt er elke dag aan herinnerd. It's a lot of hair, so the thing looks like. De 500 mijl van Indianapolis, uitgegroeid tot veel meer dan een autosportevenement. De hele maand mei staat de stad Indianapolis in het teken van de Indy 500. Er komen in die periode meer dan 1 miljoen bezoekers naar het circuit. Het draait om de laatste zondag van mei, race day. De Indy 500, het grootste eendaagse sportevenement van de wereld. Voor Ari Luyendijk is 27 mei 1990 de grote dag. Het wordt zijn zesde deelname. Zijn beste resultaat tot dat moment, zevende bij zijn debuut in 1985. To race here requires a man to thread his way down a 50-foot wide piece of track. It's rimmed with concrete walls. It's designed for 90 miles an hour, but it necessitates him doing 220 miles an hour. On the pole inside the first row, defending champion Emerson Fittipaldi, then three-time winner Rick Mears and Ari Lyondyke. Ari is a fitness buff with a tough daily regimen. He has never won an IndyCar race. One of the pleasant surprises of the month, Paul. Ari Lyondyke, fast all month, qualifies outside front row. This has to be your best opportunity to win your first IndyCar race. Well, the way things have been going with the Domino's team this year at Indy, things have been incredible. The crew's done a great job. I hope they can keep it up, and I can keep it up myself this month or this day. This is the day it's going to have to happen, and we have a good chance. He starts outside front row. A lot of folks say it's the best place to start at Indianapolis. And here, to give the traditional four words, is Chairman of the Board Emeritus of the Indianapolis Motor Speedway, Mrs. Mary Frederick Hallman. Now, go. Gentlemen, start your engine. Je zag wel hoeveel mensen op de grid staan en iedereen die geeft je een schouderklopje en handen schudden en nog even een interview. Maar dan op een gegeven moment dan stopt het, want dan zeg je oké, nu ga ik in mijn eigen wereldje. En dan wordt alles om je heen stil. Dat is eigenlijk best wel heel apart. Er zijn zoveel mensen hier in het stadion, er is zoveel electricity zeg maar in de lucht. En dan zet je helm op, balaclava op, oorpluggen in en dan de helm op. En dan wordt alles gewoon heel stil en alles wordt heel klein om je heen. En dat is best wel een apart gevoel, want dat is dan het moment dat je... Nu ga je echt aan het werk.
coming to full alignment now. Off of the fourth turn, we watch for Dwayne Sweeney, the starter with the green flag. The green flag is out, and the 74th running of the Indianapolis 500 is underway. Fittipaldi leads Spears into the first turn. There's Ari Leyendijk running in third place in the number 30 car, that red and white. When we warmed it up, everything's looking good. I just need first or second gear, and that's about all we're going to get to, right? We're not going to do 500 miles today. Met verbazing kijk ik naar hoe klein de cockpit is en hoe smal de neus is. En zo'n auto zou nu totaal onveilig zijn om mee te racen, zeg maar. Maar ja, het blijft natuurlijk een deel van de historie van mijn carrière, maar ook van de Speedway natuurlijk. Hoe vaak zie je deze auto? Ik geloof dat ik 4 jaar geleden een rondje gedaan heb, zoals ik nu ga doen. Morgen. Can I bother you for a picture with the group, with the guys? Ja, okay. At the Indianapolis 500, past the halfway point, 113 laps are complete. Emerson Fittipaldi turned his last lap in the lead at 216.5 miles an hour. Second place is Bobby Rahal. Third place is Ari Leyendijk, an interesting race driver. Grew up in the Netherlands, came over to the United States trying to get an opportunity in the Indy cars, has been very skillful, and has never seen the checkered flag as the leader of a race. De eerste helft van de race ligt Fittipaldi op kop. Wat gaat er mis met hem? Hij had heel veel last van banden die te warm werden. En dan kregen ze blaren op de banden en daardoor ligt die auto natuurlijk helemaal niet. Dus hij moest een unscheduled stop maken om nieuwe banden te pakken. En daardoor kwam hij een ronde achter te liggen. Here comes Fittipaldi heading for the pits. Here's Jack. This is definitely an unscheduled pit stop. A quick survey of the tires all the way around. Still going methodically around the car, even though, as we said, this is an unscheduled stop. The crew is adding fuel, taking advantage of this, but this will be costly for Fittipaldi in his chase for the lead. Another blistered right rear tire, Paul. Bobby Rahal, of course, picked up the lead of the race with that stop by Fittipaldi. These guys want to talk to you. They want to talk to you about the fact that I won the race in 1990. Yeah. I don't know how that happened. I had to pass him to get it done. This race is one that just it's just there's so much history, tradition, triumph, tragedy, you name it. It's like a movie. And winning happened to Ari in 1990. Right. Is that a life-changing moment, you think? You have Oh, yeah, for sure. Oh, yeah, for sure. You'd have to ask how it changed his life, but for mine, you know, you're never... I won 3 IndyCar championships, and I'm never introduced as a 3-car Indy champion. I'm always introduced as the Indy 500 winner, you know. Even though I think winning the championships is more difficult, like I say, you're always introduced as the Indy 500 champion first. That's the impact. Hey, remember that, huh? Yeah, I remember that. Just having fun with it. Al die weg, die heeft die pitstop moeten doen en dan wordt het een tweestrijd. Ja, en Rahal die ging best hard, maar ik heb toen na de hand gehoord dat hij een probleem had met zijn vleugel. And so I lost, you know, I lost downforce in the front of the car and just couldn't go fast enough and Ari was able to pass me. And obviously disappointing for me that day. Because we're in position to win the race, but that's this race. It takes, you have to get to the end. All right.
Lyndyke, the battle for first and second. It is Rahal in the lead, but it is Lyndyke closing. Let's just sit back and watch this fight at the Indianapolis 500. Met de race zelf was ik altijd in de pits. En dan, ik weet, ik volgde hem dan wel. Maar niet van een hoog gebouw bijvoorbeeld, niet van een suite. Want dan kon ik alle vier de bochten zien en dat wou ik niet zien. Lyndyke has been as close as 0.6 seconds behind Bobby Rahal. We continue to watch this battle and Lyndyke continues to close. Right at the back of Rahal's car as Rahal moves past Paige and they continue to fight their way around this track, a battle for first and second, both of them very conscious that very shortly they will have to stop for fuel. Ik liep op hem in en ik had een slipstream, een toe van hem. Maar ik dook naar rechts toe om nog wat meer drive te krijgen, slipstream van een achterblijver. En van hem ging ik bij Rahal nog een beetje in een drift een toe halen. Dus ik had een goede run en ik zet hem daarnaast bij het ingaan van 3. En Rahal die stuurt nog een beetje in en die ziet van, oh, hij is er. En je ziet hem dat hij echt dit doet. En ik schiet dan door. Op de manier hoe je hem inhaalt, zet je hem een beetje op het verkeerde been en dan moet hij echt van het gas. En dan kun je al gelijk 2 seconden voorsprong nemen. Dat was ook een beetje de deal daar. To the crowd, Ari Lyndyke has been a man who has conceded that he has a monkey on his back. There is his wife, Nikki, and because he has been winless for so long, you can imagine what this means. He must now try to fight down those emotions that you feel when you sweep past a former winner of this race and into the lead this close to the end of the race. Maar toen moesten we nog 1 pitstop maken. Dus toen, wat heel kritisch was, was die pitstop dat ik niet te hard de pits binnenkwam of de auto liet afslaan. Want hij zat nog vlak achter mij en ik kwam de pits binnen glijden. Ik ging iets voorbij mijn pitbox, een metertje of zo. De auto schakelde heel moeilijk destijds en hij had altijd de neiging om af te slaan. Moest je heel erg veel gas geven in de pits, dat hij niet af zou slaan. En mijn concentratie was gewoon zo erop gericht van laat hem niet afslaan. Dat is gewoon, dat is dan een killer, zeg maar. Dus, en dat ging allemaal goed en ik reed weer de baan op en behield de leidende positie. Behind him, so Lyndyke was able to hold on to first place, but he is now being chased down by Bobby Rahal, and Rahal certainly knows how to move up and catch anybody in front of him. This is going to be a whale of an IndyCar race. Weet je het moment nog dat je durfde te geloven dat hij ging winnen? Toen hij over de finish kwam. Niet iets eerder? Nee. Nee, niet iets eerder. Met nog 10 ronden te gaan, toen dacht ik van, ik ga hier vandaag misschien winnen. En, wat gebeurt er dan met je? Ja, ik moest aan een heleboel dingen denken. Dat was helemaal niet goed, want ik moest natuurlijk wel concentreren op het rijden. En een van de gedachten die door mijn hoofd flisten was ook dat ik zag mijn vader en mijn moeder voor de televisie zitten. En mijn schoonouders, dat wist ik, die waren erbij. Ik zag dat allemaal zo, dat tafereeltje zag ik zo in mijn gedachten. Jij rijdt hier met meer dan 300 km per uur rond en jij zag een huiskamer in Nederland. Ja, precies. Maar dat was maar een milliseconde flits, zeg maar. En de flits ging ook door mijn gedachten heen van, shit, ik ga hier $1 miljoen winnen misschien vandaag. Dus ik dacht, oké. Dan praat ik tegen mezelf van, oké, concentreren, focus. Dus toen heb ik nergens meer aan gedacht en die paar laatste ronden afgemaakt. Wayne Sweeney gives the white flag, signaling one more
lap. Ari Leyendijk, 36 years old, half a lap now from having that monkey of winless streaks off of his back. What a race to win. An incredible win it will be, and at an incredible pace. 185.8 miles an hour, his average on the last lap. There's the main straightaway line ahead, and his destiny. Ari Leyendijk comes for the checkered flag and picks up the win as Ari Leyendijk wins the 74th running of the Indianapolis 500. En toen stak ik mijn hand in de lucht, of mijn arm, maar die stak ik te hoog in de lucht. Ik reed nog 300 kilometer plus en nou, mijn arm die werd er bijna afgerukt. Ik denk, oh, niet zo slim, weet je wel. So Ari Leyendijk has scored his first victory. And it's the most important victory you can score. The Indianapolis 500-mile race. Nou ja, dan kom je hier aanrijden en dan moet je heel langzaam tussen de mensen doorrijden. En dan stond hier vroeger een lift en daar reed dan de wagen op. En ja, toen werd ik meteen geïnterviewd en ik had niet in de gaten dat het een lift was. Ze zeiden gewoon hier neerzetten en ineens, voor ik het wist, stonden we een heel stuk naar boven toe. En dan, ja, dan gaan ze dus verder met interviews en Mieke stond daar ook te wachten natuurlijk, dus... And to the crowd, singing and cheering, Ari, Ari, the Dutchman takes the customary swig of milk, Doug Shearson giving him the congratulations, Ari Leyendijk, welcome to the Indianapolis 500 victory lane. I think it's a dream, I don't know what's happening, it's unbelievable. En dan weet je eigenlijk niet goed wat je moet zeggen voor de televisie, want je bent eigenlijk een beetje overrompeld. Ik was ook best wel emotioneel toen Mieke de hoofd in de auto stak om te kussen. Er zijn niet veel mensen de 500 winnen en dan als Hollander, om dat in Amerika voor elkaar te krijgen, dat is natuurlijk fantastisch. Mieke, your husband is a 500-mile champion. How does it feel to you? It feels fantastic to me. Same as it feels to him, I guess. Any long-distance phone calls back to Holland tonight? Oh yes, for sure. Yes. Waar ik vooral aan dacht was natuurlijk aan mijn ouders. Want mijn vader heeft natuurlijk mij enorm geholpen altijd. En ja, ik vond het ook heel jammer dat hij er niet was. Maar ik wist wel dat hij zat te kijken natuurlijk. Dus dat gesprek met hun aan de telefoon was natuurlijk prachtig na de race. Wat zeg je dan tegen elkaar? Niet veel. Niet veel. Nee. Is dat emotioneel? Ja, nu nog. Ja. Nee, die oude is er niet meer, hè. We're back at the Indianapolis Motor Speedway, and the ceremonies continue in victory lane, a very emotional victory lane, a very, very happy man. So Ari Leyendijk, at a record pace of 185.9 miles an hour, scores his first IndyCar win and does it at the Indy 500. 7 jaar later, in 1997, wint Ari Leyendijk de Indy 500 nog een keer. Waarmee hij in de Verenigde Staten echt onsterfelijk wordt. Volgende week Jan Roelof Kruithof, onverslaanbaar op natuurijs. Maar de Elfstedentocht, die won hij nooit. Andere tijden sport. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Kruidhof.